Hallo, ik ben Omaira Leeflaan. Ik heb dus de Kobiëno gevraagd. Ja. Maar die willen, niemand mag wat zeggen. Ik begrijp het. Het is zo geblunderd en dat ze dat niet hebben zien aankomen. En waar doel je dan specifiek op? Ja, kijk, je zag het verkeerd gaan. Ja? De start was helemaal fout. Het werd aangepakt als een kleurwedstrijd voor een basisschool. Van als je het kan dromen en als je het bedenkt, dan kan je tekenen en dan kan je meedoen. Er was heel weinig nadruk op de regels. Maar ja, populaire mensen die werden ingezet om te bemoedigen en om te promoveren. Iedereen moest meedoen. En vooral met nadruk op iedereen. Ja, en het heeft te maken met de hele het imago dat deze regering graag wil uitstralen. Die pueblo, pa pueblo, pa sobra ta pueblo, su beurt. Het is van het volk, voor het volk, want het is de beurt van het volk. Eigenlijk je afzetten tegen alles wat gevestigd is. Daarom zeg ik ook, het is een puberaal bestuur. Ja, het is precies zoals een puber in zijn ontwikkeling zich gedraagt. Zich afzetten tegen de gevestigde orde. Ja, en daar. Daar ze nu zelf toch onderdeel van zijn? Ja, want het punt is, het is onnatuurlijk, want je bent geen puber, je bent gewoon een volwassene. Maar je gedraagt je wel als een puber, ja, die in zijn ontwikkeling de eigen identiteit is aan het zoeken. En het ego, dat mag wel voor een kind, de eigen ego naar voren schuiven en aandacht vragen voor het ego. Maar het punt is, dat werkt niet in bestuur. En het is ook populistisch bedoeld van de grote massa mee te krijgen en hopelijk op die manier populair te worden. Dus iedereen moet meedoen. Dat voelt u als een primair doel wat gesteld is? Ja. Is dat de reden waarom het project ook gestart is? Het project is in ieder geval gestart vanuit een visie die er ook bij de vorige regering was. Van we moeten een ander logo. We moeten een ander logo. Dat leeft al langer op Curaçao. En het is niet goed gefundeerd. Want waarom moeten we een ander logo? Ik hoorde van mensen van er zit een kroon op. Ik gebruik het oude wapenschild. Ik gebruik het woord logo, want dat is het geworden. We hadden een wapen. Men zette in om een embleem te krijgen. En uiteindelijk is het een logo geworden. Die je op elk t-shirtje kan printen voor een domino-wedstrijd of zoiets. Maar goed, het oude wapen had een kroon, zoals u zei. Maar de kroon, dat heb ik van de week uitgelegd. We moeten beseffen dat we vrijwillig hebben gekozen in 1954, eigenlijk al voor in 1951, om deel te zijn van het koninkrijk. Daar is een staatshoofd de koning. Daar heb je voor gekozen. En dat die relatie een relatie is, dat stamt uit de koloniale tijd en het slavernijverleden, is een feit. Maar je had ook kunnen kiezen, ik wil daar niets mee te maken hebben. En dus ik word onafhankelijk. Ja. Die keuze is niet gemaakt. Erger nog, in 2005 was er een referendum waarin alle keuzes open stonden. Ook onafhankelijkheid. Ook volledige integratie in Nederland. Er is gekozen voor onderdeel, autonoom onderdeel, zoals de Antillen. Ja, onderdeel van het koninkrijk. Daar heeft de gemeenschap, de bevolking voor gekozen. Ja, een overgrote meerderheid. Om in het koninkrijk te blijven. Daar hoort de kroon bij. Daar hoort de monarch bij. Daar hoort een koning of een koningin bij. Daarvoor heb je gekozen. En dan moet het je geen aanstoot geven dat er een kroon op het wapen staat. Dat is deel van onze realiteit. Ja? Wat in het oude logo of in het nieuwe logo
nu zeker mist, is... je zou verwachten, misschien willen we onze emancipatorische strijd... willen we op een of andere manier weergeven via een symbool. Ik noem maar wat. Maar die diepgang heeft dat logo niet. Maar nog even terug naar de kroon. Het feit dat, dat deze wedstrijd is uitgeschreven had mede te maken met het kritiek op het oude wapen. Klopt dat? Ja, er zijn verschillende mensen die vinden de kroon erop, dat is niet typisch Curaçao's. Ja? U betoogt het omgekeerde. Ja, ik zeg nogmaals, Curaçao is niet van Watamula tot Punt Kanon. Mm-hmm. Ja? Curaçao is deel van een groter geheel. Nederland is soeverein, is deel van Europa. Dus deel zijn van een groter geheel is normaal, maar bovendien is een keuze van ons. Ja? In 1951 was daar het koninklijk besluit, dat is de eilandenregeling Nederlandse Antillen. Daarin staat artikel 1, de eilanden zijn zelfstandig in het behartigen van de eigen belangen. Dat is het einde van de koloniale tijd. Toen is daar in 1954 een verdrag, een statuut, sui generis, een statuut omheen gemaakt. Getekend door koningin Juliana, daar hebben we nog een monument voor staan op de Rijkseenheid Boulevard. En dat is dus onze realiteit, waarvoor we in onze moderne tijd, ja, in de 21ste eeuw, nog weer voor gekozen hebben in 2005 in een open en geheim referendum, om deel te zijn van dat koninkrijk. En dan moet je dat nemen als je realiteit. En is een nieuwe logo zonder kroon eigenlijk een teken van disrespect? Nou, ik zou het niet noemen disrespect. Ik noem het gewoon gebrek aan diepgang over je relatie. We hadden bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik wil een nieuw wapen. Dat zou kunnen. Ten eerste moet je dan weer kiezen voor een wapen. Je gaat niet achteruit, je gaat vooruit. Of je behoudt je niveau. En als je dan nog iets eigener in wilde doen, dat zou kunnen. Het zou kunnen dat we zeggen, onze emancipatorische strijd. Er is een emancipatorische strijd gevoerd van Tula naar de 30 mei revolte. Dat is een emancipatorische strijd. Als je die wil verwerken, die strijd wil verwerken, dan is daar niks op tegen. Ja? Maar dan moet je dat dan ook met die diepgang doen. En niet wat we nu hebben gedaan is echt puberen. Ik wil dit niet en ik ga wat dan ook, zonder enige diepgang. Ik heb iets anders en dat andere, omdat het anders is, is het beter. Nee, en daar zat de fout, dus in het begin. Met gekromde tenen zaten we te kijken, of in ieder geval iedereen die enig verstand heeft van ontwikkeling, van dit soort emancipatie van een wapen en zo. Gekromde tenen te kijken hoe de wedstrijd werd aangekondigd en uitgeschreven. Iedereen mag meedoen. Ja. En de tweede was de commissie, de samenstelde van de commissie. Op één of twee mensen op nagesproken, bestond de commissie uit onervaren mensen. Het waren friends and families. En dus daar zag je het al fout gaan. Ja? Er was gekozen voor een embleem. Iedereen zat al te discussiëren, maar waarom is het geen wapen meer? Want de heraldiek enzovoort. Dat hoefde er niet meer bij, maar waarom dan wel een embleem enzovoort. Ik zie het gewoon als een soort van deel van het puberaal gedrag tegen de gevestigde orde. Wij willen geen advies hebben van enig hoog orgaan. We willen ons eigen ding doen, ja. En daarom moeten we, verlagen we eigenlijk het niveau en dan wordt het een embleem uiteindelijk. Zijn de makers zijn uitgekomen op een logo.
Maar daar gaan we het zo over hebben. U noemde net in uw reactie, toen het volk benoemd werd, u zei tss. Ja. Kan u dat uitleggen waarom u dat gevoel erbij heeft? Ja, nogmaals. Zoiets van dit niveau, dit kaliber, dat doe je op een manier waarop je garantie hebt dat mensen die er verstand van hebben, één, in een commissie zitten, allemaal mensen die er verstand van hebben, maar dat je ook mensen uitnodigt die dat niveau, op dat niveau kunnen presteren, iets creëren, dat zijn er een paar. En die mensen, daar mag je wel een wedstrijd voor uitleggen. Ik bedoel, als het een huis was dat ik zou gaan bouwen, zou ik ook niet zeggen, iedereen dien maar wat in. Dan zou ik ook architecten hebben uitgenodigd. Dus we hebben kunstenaars op Curaçao. Judy Cossaus. We hebben kunstenaars op Curaçao. Die ervaring en dat niveau van creativiteit en productie kunnen ontwerpen. Dat is allemaal niet gedaan. Allemaal gewoon net het tegenovergestelde. Ja, puberaal. Ja, puberaal. Ja. Echt waar. Ik zie dat. Niet alleen maar in dit opzicht, ik zie in verschillende opzichten dat we nu in een fase zitten van puberaal bestuur. En kunt u daar iets over zeggen? Ja, ik noem als voorbeeld, hè, als ik kijk naar onze het Curaçao-huis, dat functioneert meer als een buurthuis. Dan een soort van centrum van vertegenwoordiging. In Nederland, in Den Haag. Van de regering. Ja. Dus het functioneert meer als een buurthuis. We plaatsen daar ook. En ik zeg we, want hoe dan ook, ik praat erover. Maar het is mijn land. Ik hou ervan. Ik ben hier geboren. Het doet ook mij pijn als het fout gaat. Ik heb ook jaren in het bestuur van dit land gezeten. Dus ik heb het afzien glijden. Ja? Je hoeft het niet eens te zijn met elkaar, maar afglijden, dus van niveau dalen, dat is pijnlijk. Dat doet zeer, dat zien we bij Curaçao Huis ook. Ja. Nog even terug naar het logo. Daar staat, we hebben het over de kroongat, er staat nog een symbool op. Dat is het vlaggenschip van de West-Indische Compagnie. Ja. Dat hoort toch ook niet meer in deze tijd? Nou, maar als je die keuze wilt maken, dan zeg ik nogmaals, politiek is keuzes maken. Je geschiedenis is je geschiedenis, of je nou weghaalt of laat, is je geschiedenis. Maar ik zou me kunnen voorstellen, en daarin zou ik geen kritiek hebben, als iemand zegt van, ik wil dat vlaggenschip van de West-Indische Compagnie, wil ik er niet bij hebben. Oké, dan ga je een nieuw wapen maken. Maar het moet hetzelfde niveau, op het niveau van een wapen. En ga dan de diepgang van Curaçao, dat is de emancipatorische strijd, ga die diepgang dan verwerken erin en niet een cactus en een vogeltje en een brug en nee. Dat is zo kinderachtig. Ik heb zelf bijvoorbeeld, toen ik minister van Onderwijs was, wilde ik afrekenen met de taalstrijd. Het was zoiets van, als je wit was, moest je pro-Nederland zijn. Als je zwart was, moest je pro-Papiamento zijn. Nou, zwart is geen discussie bij mij, dat is dus duidelijk. Dus ik moest pro-Papiamento zijn. En pro-Papiamento betekende tegen Nederlands. En ik heb gezegd, jongens, we zijn gewoon meertalig. Dat is onze realiteit. Papiamento, Nederlands en Engels. Die drie talen zijn alle drie van ons. Op basis daarvan heb ik een wet gemaakt, drie officiële talen. Nou, dat was, ik was meteen de heks van Willemstad. Want je was zwart en je had de zwarte strijd verraden. En wie alleen pro-Nederlands was tegen, Papiamento was ook tegen, maar ik heb het beslecht. Ik heb gezegd, we moeten met onze verleden op een verstandige en op een nuttige manier en voor ons vooruitstrevende manier omgaan. En zo heb ik gezegd, we hebben drie officiële talen en
elk van die drie talen mag instructietaal zijn, mits je het materiaal daarvoor hebt. Want als je Papiamento als instructietaal wilt gebruiken, weet je dat je niet voldoende materiaal hebt. Dus je zal op een gegeven moment de oversteek moeten maken naar Nederlands of Engels. Dus zo moeten we proberen om te gaan, ja, om niet te trappen en te schoppen tegen het verleden, maar te kijken in hoeverre we het verleden en het heden kunnen verwerken, zodanig dat wij er beter van worden. Ja, dit was 12, 13, 14 jaar geleden, ja. Voor 2010. Voor 2010. U was minister van Onderwijs. Ja. We zijn nu in 2022. Ja. Dat trappen naar het verleden is dus niet gestopt. Nee, het is niet gestopt. Maar je moet ook niet, ik ben wijs genoeg, ik ben over de 60, dus ik ben wijs genoeg om te weten dat ik de wereld niet kan veranderen, maar dat je elk moment dat je de kans daartoe hebt, wat je wel kan veranderen, ook duurzaam verandert. Het is niemand nog steeds gelukt om terug te gaan naar die strijd. De wetgeving staat er. Er is een wet officiële talen. Daarvoor is de spelling ook vastgelegd. En er is een wet voor het onderwijs waarin de vrije keuze van die drie talen is vastgelegd. En er is ook de realiteit, namelijk dat ouders toch kiezen of voor een school met Nederlands als instructietaal of een tweetalige school, de meeste. Maar ook is vast blijven staan, uiteindelijk moet je drie officiële talen leren in ons onderwijs en een vierde taal, een schooltaal, dat is Spaans, omdat onze regio toch Spaans is. En daar kunnen ze op dit moment, na 12 jaar, 13 jaar, nog niet onderuit of omheen, want die wetten die staan er nog steeds. En dan krijg je uitspattingen als van onze illustre statenlid Kalmus, die gaat zeggen van ik wil op het IPCO wil ik Papiamento kunnen spreken. Oké, dat kan, dan neem je eigen tolk mee en dan hebben we dat ook gehad. Ook een beetje puberaal, hè? Ja, helemaal puberaal. Ja. Ja. Nu even naar de context van Curaçao, want mijn eerste reactie als inwoner van Curaçao, ook als journalist een beetje, was, hebben we geen belangrijkere zaken te regelen op dit moment? Nou, ik kan dat natuurlijk bij elk onderwerp zeggen, dus dat is een beetje flauw, ik heb dat voor me gehouden, maar het gevoel heb ik nog wel steeds. Ja. Is een wedstrijd om een nationaal embleem, ik had een beetje het gevoel, oh, nu, dit is eindelijk een project wat ze af kunnen ronden. Ja. Kijk, normaliter laat ik de politieke keuzes laat ik voor de politiek. Ik heb daarom in eerste instantie gezegd, ik ga hierover niks zeggen. Want het is een politieke keuze. Ja. Daarvoor kies je een regering, heeft een regering mandaat en die maakt keuzes. Het hoeft niet mijn keuze te zijn, daarover ga ik niet. Ik heb 2017 afscheid genomen van de politiek, omdat ik graag ook andere dingen wilde doen. En ik zag van dat we steeds bergafwaarts gingen en ik wil niet mee naar de diepte. Toen heb ik, dus ik heb daarover, zeg ik liever niets, want ja, het is een politieke keuze. Ik zeg wel nu wat, omdat ik zie, één, de regering zegt niks meer. De politiek, het parlement, ik heb nog aangedragen, dit zijn vragen die je kunt stellen, die doet ook niks. En dan ben ik als influencer, want dat ben ik nu, als emeritus, dan wil ik daar wel wat over zeggen, want ik vind dat het toch wel heel kenmerkend is voor de manier waarop ons bestuur is afgedaald naar een ongekend laag niveau. U krijgt gelijk de laatste ontwikkelingen. Er zou plagiaat gepleegd zijn met de onderdelen die op het nieuwe logo staan. Ja. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Ja. Maar wat zegt dat dan? Ja, ik geef het u eigenlijk al mee. Hè. Daardoor krijgt u een beetje gelijk. Ja, nou, het daarvoor al was het van die symbolen die erop staan. Dat als je moeite hebt met
symbolen van het wapen. Nou, dan moet je ook moeite hebben met de symbolen die in dit logo gebruikt worden. En ik, want? De cactus is niet onze cactus. Het is Mexicaanse cactus. Lucky Luck. Ja, zoiets. De vogel is niet onze vogel. En dat bootje, ja, het feit dat gekozen is voor zo'n bootje en dan nog zwart, niet gekleurd. Ja, ik denk dat ze, want je mag maar een beperkt aantal kleuren gebruiken, dus ik denk dat ze de kleuren, voldoende kleuren had. Dat bootje werd ook spottend gezien als een soort go-fast in verband met de grote drugseconomie die toch hier al draait. Dus het logo was al sowieso een no-go. Ja. Ja, en dan de vraag is waarom dat logo? Dat bleek ook relaties tussen, politieke relaties tussen MFK, bonzen en de ontwerper te zijn. Nou, het was al toen nadan. En dat dan een soort van clip, knip en plakwerk is geweest. Nou ja, dat komt er bovenop. Ja. En nu verder? Nou, ik denk, kijk, dapperheid is niet een karaktereigenschap van een puber, ja. Dus ze hebben nu een uitweg gezocht. Ach, het wordt nou onderzocht. En dan, waarschijnlijk zo gaat het langzaam naar de doofpot, ja? Hoop ik. Ja? Dit embleem verdwijnt. Ja, jawel. Het is zo besmet. Ja. Vreselijk besmet. En dus, dan gaat Curaçao gewoon verder met een vlaggenschip van de West-Indische Compagnie en de kroon. Ja, en dan zeg ik, dan komt jouw punt weer, dan zeg ik wel, schiet op nu, kijk naar de prioriteiten, want je hebt al bijna 2 jaar van je regeerperiode van 4 jaar erop zitten. Ga nu kijken naar de prioriteiten, laat dat maar even zitten. En dan bedoelt u mee de problemen van het land? De grote problemen van het land, ik zeg het nogmaals, Curaçao zit klem tussen corruptie en armoede. Klem. Ja? En die twee grote demonen houden elkaar in evenwicht. Corruptie en armoede houden elkaar in evenwicht. Dus je moet iets eraan gaan doen. Het spijt me zeer dat het kogel dat bedoeld was om Curaçao een handje te helpen om zich te bevrijden uit die machtsgreep van die twee demonen, nou ook een beetje in het aan het zweven is. Ik dat denk wil deze ook niet. Regering ook niet. Ja, dat wil, maar het is logisch. Ik heb een boek geschreven, Verkiezingen keiharde marketing, een beeld van de gegijzelde democratie. En daarin vertel ik ook die machtsgreep waarin politieke partijen zitten, omdat verkiezingen zoveel honderdduizenden guldens kosten, dan moet je je broodheren dienen. Ja? En dan wil je geen pottenkijkers. Ja? Ik durf zelf te stellen dat de hele ontmanteling van de Antillen, het hele roep om de Antillen te ontmantelen, want de Antillen was onze autonoom bestuurslaag, een autonome bestuurslaag, die bestuurslaag wilden we ontmantelen en dat ingegeven was door de corrupte politieke elite. Ja? Hoe minder controle, hoe beter ze hun gang konden gaan en de politiek in hun greep konden houden. En Nederland heeft dat toen goed gezien en toen zijn de rijkswetten gekomen, waaronder het financieel toezicht. Financieel toezicht. En daartegen heeft men zich vreselijk verzet. En dat is logisch. Geen pottenkijkers, geen controle. Geef me je geld en hou je mond. En zo werkt het niet. Ja? En het gevolg is dat we in die machtsgreep blijven. De armoede is schrijnend. Het is niet normaal. Ik werk als voorzitter van de stichting, Kunststichting.
met jongeren van minder bedeelde jongeren uit instellingen, in zorginstellingen. En ik zie het. De kinderen worden niet alleen gebrek aan voeding, gebrek aan opvoeding, maar ook gebrek aan ook mishandeling. Het hoeft niet fysiek te zijn, maar geestelijke, sociale mishandeling. En dat produceert zich steeds verder. Ja. Zijn we dan in 2022 niets opgeschoten ten opzichte van 2010? Nee, we zijn niets opgeschoten. We zijn zeker achteruit gegaan. We hebben vitale instellingen zijn bij ons over de kop gegaan. Zoals de VDC. We hebben banken die over de kop zijn gegaan. Ja? Dankzij onze dat we in het Koninkrijk leven. Dat we nog het hoofd boven water hebben gehouden. Ja, we hebben prominente politici gekregen die in de bak hebben gezeten, veroordeeld zijn. Ja, voor fraude, voor corruptie. We hebben moord gehad van een prominente politiek leider. Ja, en de daders zitten ergens in de politiek. Dus we zijn achteruit gegaan. Ja, we hebben. Ja. En het nationale embleem had ons kunnen helpen, want de samenhorigheid was het doel toch van deze regering? Nee, maar dat is het, hè. Als werkelijk de bedoeling was samenhorigheid, dan waren we een proces gestart van een dialoog over het nationale embleem, zodat we. In ieder geval het denkniveau op een bepaald peil konden brengen. En dan hadden we daarnaast onze nationale kunstenaars. Ja, want we hebben grootmeesters in dit land. Nationale kunstenaars hadden we samengezet of laten een wedstrijd uitgeschreven. Dat deze nationale kunstenaars een wapen voor ons zouden ontwerpen. Waarin die diepgang die we tijdens dat dialoog hadden gecommuniceerd en uitgesproken met elkaar, ook terecht zou komen. En niet een kleuterkleurplaat. Dank u wel. Graag gedaan.